toe aan de digitale transformatie van je onderneming? Dat is nu juist waar de firma Gumption Group in gespecialiseerd is. Wij bezochten hen in Kontich. Wel, de rol van Gumption is tweerlei. Enerzijds zorgen wij ervoor dat onze start-ups en scale-ups een solide backbone hebben, zowel financieel als operationeel, zodanig dat zij naar hun eindklanten een business continuity kunnen garanderen. Anderzijds waakt Gumption erover dat ons aanbod als ecosysteem complementair en evenwichtig is. Dat is belangrijk omdat we op die manier een multidisciplinaire aanpak aan onze klanten kunnen aanbieden voor hun transformatietrajecten. Als ecosysteem van ongeveer een 20-tal bedrijven is ons dienstenaanbod eerder breed. Het gaat van diensten zoals het outsourcen van personeel. Dat doen we in zowel detacherings- als in projectmodus. Maar we ontwikkelen evenzeer en implementeren softwareoplossingen. Softwareoplossingen die enerzijds bijvoorbeeld een first-class online beleving afdekken, maar evenzeer software dat bedrijfsprocessen in de backend gaat optimaliseren en automatiseren. Bij al deze projecten zijn wij extra waakzaam voor de klantenbeleving en de medewerkersbeleving. Daarnaast is er nog een groep van bedrijven binnen ons ecosysteem dat ervoor zorgt dat dit alles in een stabiele en veilige omgeving kan plaatsvinden. Denk dan aan infrastructuur, met name IT-infrastructuur, maar evenzeer laadinfrastructuur, voor de wagens bijvoorbeeld, elektrische laadpalen, maar ook andere IoT-gerelateerde devices. Onze online B2B-reeks, die in oktober gelanceerd wordt, heeft als doel om een pragmatische aanpak aan te reiken aan bedrijven met betrekking tot een aantal actuele thema's, zoals e-mobility, e-commerce, de resilient supply chain en zo verder. Meer details volgen nog in onze nieuwsbrief. We gaan aan de hand van een aantal voorbeelden bekijken hoe een bedrijf zich nu kan aanpassen aan die nieuwe digitale realiteit. En vooral hoe het zijn klanten en medewerkers daarin engageert. We bekijken ook hoe we aan de hand van data, of met behulp van data liever, meer controle kunnen krijgen en zodoende ook betere sturing kunnen geven.